Harry Moret, goedemorgen. Goedemorgen. De directeur van de bibliotheek zelf. Klopt. Ja. Dus nou ja, jij bent dan ook goed op de hoogte van de kast gedeeld verleden, de kenniskast. Ja. En, dat is een oude wens. Ja? Ja. Ja, ja, is dat, liep dat project al in de voorbereiding al vrij lang? Of? We hebben het wel over gehad, ook met de mensen van de Stichting Slavernijverleden. Die hebben een flinke collectie opgebouwd en zij wilden eigenlijk dat die ook een keer tentoongesteld werd, open voor het publiek. En wij hebben toen gezegd van dat lijkt ons een goed idee om dat in de ZB te doen. Ja, nou, het is een mooie kast geworden. Ja, dat vind ik ook. Ja. En precies in de goede tijd, want het jaar staat bol van de herdenkingen en noem het allemaal maar op. Klopt. Ja. Perry, wat voor boek zou jij willen aanbevelen of laten zien? Ja, ik moet even uitleggen dat ik geschiedenis heb gestudeerd. VOC geschiedenis, ik ben VOC historicus. Dus ja, het is een boek dat te maken heeft met dat onderwerp. En het boek heet European Slave Trading in the Indian Ocean. En het bevat de geschiedenis van de Indische Oceaan en vooral de slavernijgeschiedenis natuurlijk, maar ook de Europese handelscompagnieën die daar vertegenwoordigd waren. En ik wil eigenlijk ingaan op een van de hoofdstukken in dit boek en dat gaat over het eiland Mauritius. En Mauritius is het eiland dat ligt ten oosten van Madagaskar, dus zeg maar onderkant van Afrika. En de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, had daar een vestiging gedurende een kleine eeuw, zeg maar. En dat is een geschiedenis die niet zo vreselijk bekend is bij het grote publiek. Dus ik ben ontzettend blij dat hij nu ook in de kast staat van gedeeld verleden. En het eiland Mauritius is vooral bekend omdat dat het enige eiland is waar dodo's rondliepen. Ja. En niet zo lang, want kort nadat de Nederlanders zich gevestigd hadden op Mauritius waren er ook geen dodo's meer. Maar goed, ze hebben ze nog wel een tijdje meegemaakt. Wat minder bekend is dat, ik riep al even Madagaskar, dat de VOC slaven haalde op Madagaskar en die op Mauritius plaatste. Okay. En die waren bedoeld voor de suikerrietplantages al daar. En er waren altijd maar 50, 60 Nederlanders ter plekke, maar toch ook wel heel veel slaven ook. Maar in dat geval waren het dus eigenlijk tot slaaf gemaakt om voor eigen gebruik? Dus niet om door te verkopen? Nee, niet. Okay. Nee, die moest echt aan de slag, eigenlijk zoals in de West ook, op de plantages. Verbleven daar de rest van hun leven eigenlijk. Ja. En het interessante is wel dat die VOC die is daar vertrokken weer in 1710. Het was toch niet zo'n succesvolle onderneming dat Mauritius. Dus ze hebben dat weer opgegeven. Het was ook veel te duur vonden ze. Dat is vaak bij de VOC trouwens. Maar het interessante is dat heel veel van die slaven die ontsnapten. En ja, je moet je Mauritius voorstellen een beetje als het eiland Texel. Iets groter. Met dan in het midden van het eiland een jungle. Dus daar vond je nooit iemand terug. Dus de slaven die ontsnapten, maar ook bijvoorbeeld een aantal gedeserteerde matrozen, die vluchtten naar die jungle en die werden ook nooit meer teruggevonden. Oh, dat is dan ook wel buitengewoon. Dus er was een soort tweede bevolking van Mauritius, kunnen zeggen, de ontsnapten, die daar gewoon in relatieve vrijheid leefden. En de VOC stuurde nog wel eens een ploeg met geweren om ze dan binnen te halen, maar dat lukte meestal helemaal niet. En toen de VOC dus vertrok in 1710, leek het even alsof het eiland weer onbewoond was, want dat was het daarvoor ook. Maar dat was dus niet zo, want er zat gewoon nog steeds... In het midden zat gewoon een slaven. En ondertussen, want hoe is dat anno 2023, is dat gewoon een goed bevolkt eiland? Of? Ja, er wonen nu 1 miljoen inwoners. Oh, zo. Het is een rijk land, hè. Dus de meeste mensen zijn van Indiaanse afkomst tegenwoordig, Mauritius. De macht daar is in handen van Franse families, want het is later een Franse kolonie geworden. Voordat de Engelsen het overnamen. En de nazaten van de slaven zijn er ook nog steeds. Dat heet dan de Creolen, heet dat daar tegenwoordig. En die zijn nog 5 à 10% is dat nog steeds van de bevolking. Dus, zijn allemaal dingetjes die je hierin vertelt, dat denk ik zo half, dus dat is, het maakt wel nieuwsgierig. Ja, dus, het aardige is dat, en dat het nu ook in de kast hier staat, dit is een geschiedenis die je dus niet vaak hoort. Slavenhandel gaat ik meestal over de transatlantische slavenhandel, maar ook in de Oost, maar dus ook in Mauritius was het flink aan de gang. Nou, klinkt interessant. Het is denk ik niet in het Nederlands vertaald? Nee, dus in Engelstalig boeken, er zijn ook wel wat Nederlandse artikelen over volgens mij. Ja, precies. Ja. Maar goed, als je een beetje de Engelse taalmachtig bent, dan is het gewoon goed leesbaar. Ja.
Maar zeker. Dankjewel voor de toelichting. Interessant. En een fijne dag nog. Ja. Afrika, onder.